Ja, over, ja, jij ook. Ja. Ik heb helemaal de pleuris gewerkt gisteravond. Ja. Nou, het hele ergste verhaal is dat wij daar staan. Dat zo'n dans was. Dat zij daar strontlazeren staat te dansen met al die mannen. Hartstikke leuk, moet ook kunnen. Maar dan sta ik op een gegeven moment in mijn eentje bij de merchandise en de munten. Omdat jij moet bijspringen bij de bar. Ja, maar ik stond er ook, hè? Nee, jij was op de poly. Nou, dat is allemaal niet erg natuurlijk. Jessie was, weet ik veel wat. Maar je staat daar met z'n vieren, sta ik daar in mijn eentje. Staan er daar twee, terwijl er ook vier staan. Ja, ja. En dan wil zij niet helpen of Hiska. Ja. Omdat je wat staat te doen. Ja. Overal was je nodig. Ja. Behalve op de dansvloer om te zuipen. Daar was je niet nodig. Nou, die ga je echt van me horen, hoor. Ja. Ja, maar Frenny stond daar helemaal... Dus ik ben bij Frenny geweest. Maar ik zag ondertussen dat het bij jullie ook druk werd. En dat er weer allemaal munten gehaald werden. Ja, Jordi zegt tegen mij, jouw kop. Hij zegt, jouw kop stond echt zo. Ik zeg, ja, ik was woest. Ja. En ik dacht, ik kan het gisteravond wel zeggen, maar... Toen had Shelly helemaal een bakje op. Ik denk, dan heeft het ook geen nut. Ja, maar wat ook op het einde was jou ook, werd er ook benoemd, alle utopiaan. Die stond er ook niet bij. Nee. Maar even, als je heel deze situatie bekijkt. Iedereen is betrokken bij deze film, inclusief Gerrit. En jij. Alleen Gerrit heeft gezegd, ik wil niet. Nee. Ik ben geen seconde betrokken geweest bij deze film. Tot voor de opnames wist ik niet eens waar de film over ging. Ik wist niet eens wat de bedoeling was. Ja. Maar waar verdien ik dat aan dan? Ja, ja. Ik bied je verdomme mijn hulp aan alles. Ik zeg ja, ik tegen jou, ja, ook al moest je me niet, laten we dit dan even anders zien. Maar ik wil je best helpen, want dat is je droom. Ja, klopt. Ja, maar, ik heb het ook 100 keer aangeboden. Ben ik zo'n kutwijf? Nou, dat valt best wel mee. Nee hoor, dat ben je niet. Nee. Ja, ik ben daar echt fucking boos over. Ja. En dan gisteren ook. En dan zie je Gerrit en mij daar staan. Ja. Iedereen gaat over die rode loper. Zegt iedereen, Merel, ga mee voor die rode loper. Ik zeg, maar waarom? Waarom moet ik nu in één keer die rode loper over? Tuurlijk ga ik dat niet doen. Je zegt niks over ons twee. Hoe hypocriet ben je? Zeg in ieder geval van, joh, zeg iets. Ja, maar dat vond gast ook. Ja, tuurlijk vonden gasten dat. Dat heeft toch heel Nederland kunnen zien? Ja. Want mensen waren hier niet voor de film, hoor. Mensen waren hier omdat ook voor ons. Ja, 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 ook. Daarom is dat gaan lopen. En dan hebben we een break-even punt op 33 kaarten. Dan zouden we dus winst gaan draaien. We hebben 4 keer zoveel kaarten verkocht. En we hebben 4 euro winst verdiend. Nou, daar kunnen we nog ineens een bak eieren voor de hele groep van kopen. Ja. En dat om iemands droom waar te maken. Nee, haar droom was acteren, niet een filmavond. De filmavond moest, omdat er een verdienmodel achter moest zitten. Ja. Nou. Oef. Dus laten we alsjeblieft dadelijk met z'n allen bij elkaar gaan zitten. Ja. Hi Katie, baby! Ben ik maar weer lekker de bitch die alles zegt, maar dat is wel uit mijn lichaam. Nee, maar ik had gisteren al tegen haar gezegd dat al die stoelen er opeens stonden, weet je. En toen zei ik, nee, die beamer komt nog. Lijkt mij niet handig dat die stoelen er allemaal staan, want straks kunnen die stoelen weer allemaal andersom. Ja. Toen ben ik jouw haar gaan doen en jouw haar gaan doen. En toen kwam ik aanlopen, toen waren ze die beamer op aan het bouwen en toen waren die stoelen in één keer allemaal andersom. Toen dacht ik, ga ik er nu wat van zeggen? Ja. Dacht ja, ik, nee, is... doe het nu maar even niet om vrede in de aarde nu te houden. En dat was hetzelfde als gisteren bij die bar. Ik had er echt... Als ik thuis was geweest, had ik er echt helemaal verrot gescholden. Ja, dat snap ik. Maar ik denk, er stonden allemaal mensen daar bij Jordi allemaal op de poli. Bij de snack stonden mensen, bij de bar. Ik denk, dat doe ik nu even niet waar allemaal gasten bij zitten, weet je. Maar ik koopte gisteren echt. En ik ook, jongen. En ondertussen sta ik bij de bar, dus zie ik druk en ik zie daar ook druk, weet je. En ik sta daar ingedeeld. Maar ik kon Frenny niet alleen laten. Nee, niet, maar dat is toch ook logisch? En die jongens kwamen ook allemaal niet. Ja, die ik kwam ook veel later. Dan gingen daarna Adriaan en Jens gingen dansen. Die zeiden welk vrijwillig is willen dansen. Hup, doei. Ben je nou bang dat en dan bied je jezelf aan als runner van de avond. Maar het enige wat je deed was drinken. Dat doet ze niet. Ja? Heel de avond zat je aan de wijn en was je alleen maar aan het dansen. Dan uiteindelijk gaan we daar een film kijken. Zitten alle mensen daar netjes te wachten. We weten al 15 maanden dat daar de zon ondergaat. Ja. Dat is niks nieuws. Dat is niet gisteren een keer pas gekomen. Hoor ik van Jessie dat hij dus al meerdere malen heeft gezegd, joh, als je daar het scherm neerzet, dan ga je niks zien, want de zon valt in dat scherm en dan is heel veel licht weg. Nou, en dan ga je van een afterparty een pre-party maken. Oké, dat is dan niet anders. Nee. Dat communiceer je niet naar de klanten. Dus de bezoekers... Ook niet naar ons toe? Nee. Dus de bezoekers die er zijn, die gaan naar de film, komen ze allemaal weer hierheen. Maar, die moeten het terrein af omdat het feest afgelopen is. Nou, echt waar. Dit en ik is echt zei tegen het meest waardeloze evenement van heel Utopia. Ik zei tegen Jis ook nog, ze hadden eigenlijk had die film gewoon pas om 8 uur moeten starten. Want dan was het al wat donkerder. En... Ook dat, maar als jij ervoor kiest om dat om 6 uur te doen, je weet toch dat er dan iets achter een scherm moet komen. En als je nou gisteren, weet je, net zoals met dat bokschalen hadden we ook een fout, dat je dan last minute schakelt, dat begrijp ik. Maar dat er dus al honderden mensen zijn die dat tegen jou hebben gezegd, maar je doet er niks mee.
hetzelfde als met de rode loper. Ja, die snap ik ook. Dat er dan mensen, dat je weer mensen voor je karretje moet spannen om voor je te rennen. Ja, tegen mij had ze gezegd dat ze niet had meegekregen dat ik het e-mailadres had opgeschreven van de rode loper. Nee, ik heb het dat een paar keer gezegd. Ja, tuurlijk. Ja. Toch gewoon erg waardeloos, jongen. Iedereen heeft zijn hulp aangeboden. Ja. En uiteindelijk wie staat het op te lossen? Ja, Hiske. Ja, Hiske die heeft de zolder eraf gelopen. Dus zonder Hiske was deze avond helemaal waardeloos. Ja. Hallo, wijfie, 1, de 2, huppatee. Ga maar wit tomaatjes eten. Heb alle plantjes stuk gemaakt, hè, van de tomaatjes net. Wat? Van nee, vandaag. Nee. Ja. Nee. Omdat de planten weg zijn. Maar vandaag zou ze toch jouw haar doen? Maar laat mij straks even wassen dan. Ja, het komt allemaal goed. Ik ga vanavond allemaal heel lekker zo wat ik in mijn leven heb. Lekker uitgaan, maar het wel goed. Alles goed. Nee, wat goed? Ja. Geef niet. Wat zei je? Ik heb gewoon de frustratie geuit. Jij? Ja, dat is nog. Weet je, niet tegen het aanstoten of weet ik veel. Aantrekken, afstoten. Gewoon normaal doen. Het gaat met me. Dan is er niks aan de hand. Wat zei je dan? Ja, weet je zo, weet je wel. Beetje eromheen lullen. Ik zeg ja, maar ik wil gewoon ook een zegje doen. En, ben je goed aan het groeien blijven? Ja, goed dat dat gedaan. Oeh! Maar wat is de uitkomst daarvan? Dat we gewoon gaan communiceren van joh, en het moet niet ongemakkelijk gaan worden. Weet je, ja, gewoon normaal doen. Gewoon vriendschap, snap je? Weet je, niet de ene dag is het leuk en de andere dag niet. Gewoon nu ook weer, dan geeft hij gewoon een knuffel en dan is het gewoon goed, weet je. Maar niet iedere keer dat leuk doen en dan maar niet. En hij wil me daarmee niet kwetsen, maar toch doet hij het. Dus jij doet het nu gewoon. Ja. Dan wil je dat voorkomen. Net met dat post van een beetje. Ik hoor van iedereen, ja, dan heeft hij post van een leuk meisje. En dan zeg je dat niet tegen meisje. Dan zeg je dat niet tegen mij. Ik wil ook wel meekijken hoor. Dat vind ik wel leuk. Vind ik interessant. Weet je, ja. Lekker boeien. Ja. En dat hij dan tegen anderen zegt van, joh, ze komt te dichtbij. En dan neem ik afstand. Maar zeg het dan gewoon in mijn gezicht. Want dan weet ik ook gewoon waar ik aan toe ben. Ja? Dat is wel goed. Dan ben ik er wel niet te klas, snap je? Maar wat ziet er dan mee? Ja. Nou, het is gewoon moeilijk omdat hij... Hij wil er niet zo opgezet worden dat hij me kwetst, snap je? Dat snap ik ook wel. Hij heeft wel genoeg over zich heen gekregen, maar... Weet je, ik doe wel gewoon eerlijk. Ja. Ja, is dat goed? Ja, ik ben, het is ook gewoon goed voor mij als ik gewoon iedere nacht... ergens slaap bij mensen heen, snap je? Ja. Dat snap ik ook. Om drama te voorkomen. Ja, je kunt ook nog in de kerk mee gaan logeren, dat is ook in bed leeg. En dan zei het ook al. Oh ja. Binnenkort Hoeveel keten jullie wel uit deze dag? Nou, ik zag er net al bij de silo. Bij de silo naar binnen proberen te lopen en zo kijken. Ik zeg, dat doet ze altijd, hè? Ja, dat is wel vaak. Ja, dat deed ze altijd. En net zag ik er op het grasveld. Ja. Fantastisch. Ja, maar toen zei ik tegen Jess, dus moet het niet afgesloten als je het in de huizenlaar maakt. Ze maakt niks kapot, ze eet alleen gras. Ja. Ja. Als ze maar niet gaat groeten. Oh, nee. God. Dat kan wel, hè. Dat moeten we wel even in de gaten houden. Ja, met die grote neus. Ja. Net zoals laatst dat we daar liepen bij de boot, weet je. Dat ze hele... Ja, had ze hele... Oh, ja, ja, ja. En hier heeft ze ook zo'n plekje. Komt ze ook altijd. Ja. Kijk, die bekijkt wat ze net hebben uitgegraven. Ja, maar net dan. Kijk dan, die tomatenplant is gewoon allemaal omhoog. Ja, alle tomaten hebben ze eraf gegeten. Ja, echt? Ja. En André en ik zeiden, oh, laat het maar gaan. Ja, ze kunnen wel nu de moestuin weghalen voor de bungalow. Nu kunnen we ook een tuintje maken in de Adelaide. Alleen de kruidenplantje moeten we eigenlijk wat anders. Ja, maar die kunnen blijven staan. Als de planten zo weg zijn, even ja. Ja, dat is wel zeker. Maar dit is de planten? Ja, maar die zijn wel weg. Ja, en dan hebben we de trein, hè? Wat? De trein. Dan gaan we evalueren in de trein. Ja? Ja.
Ja, of daarna. Nou, of ik doe de trein. Geen rijden. Nee, maar dan die man gaat eerst ook nog even... We kijken wel even hoe dan. Ja, ik ben er ook aan. Natuurlijk, ja, sorry, zeker. Ja, bedoel. Ja, zeker, absoluut. Nee. Hou maar over het houden. Maak de achterkant groot. Jij kan het ook doen. Ik heb het nog steeds niet gedaan, maar aan Brent vragen of hij plank over heeft, onze zijkant. Ja, nee, maar dat heeft hij niet, hij komt tekort. Ja. Maar we moeten nog even kijken wat het kost om het volume, hè? Ja, goed. Remco zo kijken. Ja, maar om gewoon lekker zelf te houden. Hoe gaat het überhaupt met evenementen? Ja, goed. We weten wel of daar zo'n aankomt. Ik heb Remco vanmorgen gemaild of alles definitief is. Misschien zitten ze wel in de trein. Alle artiesten. Ik kan niet weten, hè? Maar we moeten ook eigenlijk het... Ik wil ook graag de bungalow afmaken, yes? Ja, snap ik. Wat zei hij? Ga maar lekker hout sprokkelen, meisje. Ja, met jou. Wat? Met jou. Ja, jij doet niet aan hout sprokkelen. Ik wou drie keer. Jawel, met jou. Hout sprokkelen. Je bent nergens te bekennen. En voor de 13. Kunnen we het toch nu doen? Nu niet, nee. Nee, maar vanaf nu. Ik ga nu met muziek bezig. En dan na 3 uur, na het treintje, kunnen we er wel even mee verder. Als we ons evalueren. Oké, doen we dat, ja? Ja. Als je geeft, kan ik daar ook nog iets. Weer. Ik ga daar zo wel een mail over sturen. Zijn als we, ik weet niet wie jij erover denkt, maar als we het rondje van de trein, zeg maar, als die, dat hier zo langs is, weet je wel. Langs de caravan, zo langs de diertjes, dan langs de bij jullie huisjes. Ja. Bij de sportschool daar kom je niet langs, maar misschien dat we iets nog kunnen bedenken dat we daar wel langs kunnen komen. Ja. En dan zo langs het tenthuisje en dan zo weer over dit pad zo weer terug. Ja. Maar zo eigenlijk, ik weet niet of dat ook kan, of die dan hier zo... Ja, daar met, zo rond de silo. Ja. Zo, niet in de... Want kijk, het tofste leek mij al wat je daar nog had. Dat gaat echt niet lukken. Oh, ja. Althans, dat denk ik. Ja, dat is te stijl. En en dan is het nog van, ja... Vandaag komt hij natuurlijk proefrijden. Ja, jij had het over dat evenement, maar dat is op de datum van... dat we ook een feest hebben. Ja, dat kan. Ja, we komen er nog op terug, maar kan niet. Kan niet in het kan niet in het zo. Nee. Dat is ook nog weer een ding. Ja. Ja, weet je wat het is? Die man komt in ieder geval vandaag gewoon een proef te rijden. Ja. Nou, anders moeten we maar kijken naar de datum. Maar die ene datum, die kan niet. Het moet eerder. Ja. Ja, het kan ook op een doordeweekse dag, maar dat lijkt mij niet handig. Nee. Want het is een activiteit voor gezinnen. Ja. En je hebt dan ook eten op woensdag. Ja. Vrijdagmiddag zijn ook heel vaak mensen vrij. Ja.